In het toch al vrij volle gamma van SUV's van Toyota dacht men dat er nog wel ruimte was voor eentje extra. Deze Toyota Corolla Cross. En eigenlijk is dat gewoon de CHR. En hij heeft ook precies dezelfde hybride aandrijflijn als de CHR. Maar dan met een iets ander koetsje. En daardoor wordt hij wat praktischer. En daarmee wordt het een betere concurrent voor de Nissan Qashqai. En alsof het lot ermee speelt, heeft die toevallig net een hybride aandrijflijn gekregen. Ja, en wat voor een hybride aandrijflijn, want dit is denk ik de enige volledige serie hybride die je op dit moment nieuw kan kopen. Andere hybride systemen, bijvoorbeeld dat van Toyota, die kunnen wel als serie hybride werken, maar dat doen ze dan meestal in deeltijd. In de praktijk zijn ze toch in meer of mindere mate vooral een parallel hybride, waarbij de verbrandingsmotor en de elektromotor dus allebei de wielen aandrijven. Maar niet in deze Nissan Qashqai e-Power. Hij heeft een 190 pk en 330 Nm sterke elektromotor op de voorwielen. En die doet alles, qua aandrijving dan, helemaal in zijn eentje. Je krijgt zijn voeding uit een 1,97 kWh accupakket. En dat wordt vervolgens weer van elektriciteit voorzien door een 1,5 liter 3-cilinder turbomotor met 158 pk. Dus dat accuutje dient ook een beetje als een extra vermogensreserve. Want in principe als je normaal rijdt, dan hoor je de verbrandingsmotor gewoon al naar gelang hoeveel vermogen je vraagt meer of minder toeren draaien. Maar hij kan nooit het volledige vermogen van de elektromotor leveren. Vandaar dus ook die accu. En je kunt zo kleine stukjes elektrisch rijden. Een paar kilometer, maar goed, het kan in ieder geval. Dan heeft die 1,5 liter 3-cilinder ook nog eens een keertje variabele compressie. En dat is toch altijd een beetje de heilige graal geweest bij de verbrandingsmotor. Dat betekent dat als de turbo heel hard blaast, dan wordt de lucht dus extra hard de cilinder ingedrukt, wordt die heet. Dan wil je wat minder compressie om te voorkomen dat de motor gaat pingelen. En als de motor in heel weinig last draait, dus op snelweg bijvoorbeeld, dan draait de turbo niet zo hard, drukt hij de lucht niet zo hard naar binnen en wil je weer wat meer compressie voor een hoger rendement. Ik moet zeggen, het is ontzettend leuk, want het is echt qua techniek een unieke auto. Het is alleen zo jammer dat je merkt er zo weinig van. Want in de praktijk, het gaat naadloos, heel soepel, het is wat dat betreft echt een elektrische auto. Geef je dan wat meer gas, dan hoor je een verbrandingsmotor aanslaan. Dat gaat verder heel geraffineerd. Wil je echt vol gas, ja, dan gaat die verbrandingsmotor, net als in een Toyota hybride, gewoon volledig op maximale toerenstand draaien. Dan maak je gewoon herrie. Dat is verder niet erg, want het duurt best lang. Je kan echt best wel vlot rijden zonder dat je de verbrandingsmotor hoort. Maar de hele belevenis is eigenlijk niet wezenlijk anders dan een Toyota hybride systeem. En ook het verbruik. Ik red er dik 1 op 17,5 mee. Nou, dat is netjes voor een vrij forse auto op benzine die ook nog eens op winterbanden staat. Dat betekent denk ik onder gunstige omstandigheden 1 op 18,5, 1 op 19 zoiets kun je ermee halen. En nogmaals, dat is netjes hoor voor een vrij forse auto op benzine. Maar het is ook weer niet spectaculair veel beter dan wat Toyota kan met hun hybride systeem. Het voordeel van de Nissan is wel weer dat hij ietsje ruimer is. In de achterpak bijvoorbeeld past 479 liter. En dat is zo'n 50 liter meer dan wat je in de Corolla Cross krijgt. En ook op de achterbank is hij gewoon net fractioneel ruimer. Daarbij heeft Nissan de introductie van de e-Power aandrijflijn aangegrepen om een nieuw infotainment systeem te plaatsen. En ik moet zeggen, dat is echt wel een verbetering. Het is niet spectaculair mooi of supersnel ofzo, maar het is in ieder geval vrij te configureren. Dus je kunt allemaal eigen homescreens kun je maken en je kunt hier aan de zijkant een rijtje met touch snelbuttons kun je configureren. Dus het werkt in de praktijk heel aardig. En ook het digitale instrumentarium. Het is niet super mooi, het is niet super uitgebreid, maar het is redelijk vrij te configureren. Dus het werkt allemaal gewoon hartstikke logisch. Fysieke knoppen voor de airco-bediening, ook wat fysieke knoppen voor dingen die je snel zou willen kunnen bedienen, zoals de e-pedal-modus, waarin je eigenlijk met één pedaal bijna kan rijden. Ja, hij komt net niet helemaal tot stilstand, maar verder kun je alles op één pedaal doen. Het werkt allemaal gewoon logisch, de zitpositie is goed. En ja, als je dan naar die Toyota Corolla Cross gaat kijken, die zit zo mogelijk nog wat degelijker in elkaar van binnen. Maar af en toe maken ze wat rare keuzes. Er zitten bijvoorbeeld schakelaartjes voor de stoelverwarming en die lijken net niet helemaal in het interieur te passen. Alsof we die nog hadden liggen van een ander model. En ook het nieuwe digitale instrumentarium in de Corolla Cross ziet er mooi uit. Maar als je er doorheen probeert te navigeren, het is af en toe een beetje ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en het reageert soms ook gewoon heel traag. Dat is dan weer een gemiste kans.
Maar er zijn ook zeker wel dingen te zeggen voor de nieuwe Toyota Corolla Cross. Bijvoorbeeld het feit dat hij bijna net zo groot is als de Qashqai, maar aanzienlijk lichter. En daardoor rijdt hij net even wat prettiger. Hij is vrijwel net zo comfortabel, maar op het moment dat je een bocht in gaat, voelt hij net even wat minder zwaarlijvig. En dat is natuurlijk altijd heel erg fijn. Zeker als het gecombineerd kan worden met een gelijkwaardig niveau van comfort. Tikkeltje rumoerig, dat hebben we vaker met Toyotas op het TNGA-platform, maar verder niet hinderlijk. En ja, dan de nieuwste generatie van Toyota's hybride aandrijfsysteem. Het is niet wezenlijk anders dan wat je nu in de CHR vindt, maar het is net even geüpdate, net wat meer vermogen voor de elektromotor en daardoor ook net wat meer systeemvermogen. 197 pk nu. En ja, dat is eigenlijk gewoon dik voldoende. We hebben het al vaker gezegd van moderne Toyota hybrides. Die elektromotor heeft nu zo'n enorme duw onderin, dat de verbrandingsmotor eigenlijk niet zo heel erg veel hoeft te doen. En dat maakt het hele systeem heel erg geraffineerd. Het in- en uitschakelen gaat gewoon eigenlijk naadloos. Alleen als je er echt op let, kun je het voelen. Maar dat doe je in de praktijk natuurlijk niet. Tenminste, meestal als ik rijd, let ik op andere dingen. En dat betekent dat je een pakket hebt wat geraffineerd is, wat gewoon niet al te veel herrie maakt. Geef je dan wat meer gas, ja, dan begint die viercilinder wel dat typische viercilinder geloei te vertonen. Dat gebeurt ook wat eerder dan in de Qashqai. Daarmee kun je harder zonder rumoer dan in deze Corolla. Maar die verschillen zijn verder niet heel groot. En het verbruik, ik meet hem op 1 op 18,5. En dat is gewoon hartstikke netjes. Ik denk nogmaals, als je die Qashqai op gelijkwaardig rubber zet, dat je een vergelijkbare score haalt. Maar ja, die is net nieuw. En dit systeem is in de basis natuurlijk echt al een hele tijd bij ons. Dus dat geeft wel aan hoe groot de voorsprong van Toyota op dat gebied al die jaren geweest is. Hartstikke netjes pakketje, rijdt fijn en dan is hij ook nog eens een tikkeltje voordeliger. En dat bedoel ik niet zozeer in het verbruik, maar in de aanschafprijs. Want we rijden nu een vrij dik aangeklede First Edition. Die kost 42.000 euro en dan heb je eigenlijk bijna alles wat je zou willen hebben, heb je wel. Stuurverwarming is nog een prettige optie, die zit er dan niet op. Dan zou je moeten doorsparen voor de Launch Edition, zeg ik uit mijn hoofd, van 45.000 euro. En dan heb je nog steeds minder geld besteed dan in die Qashqai, want dat is de allerdikste. Een Tecna met Design Pack en Cold Pack. Maar dan zit je dus wel op 47.000 euro. Dus 5.000 euro meer dan deze. En hij is iets chirianter uitgerust, maar ook weer niet zoveel. En we kunnen ook bij de Qashqai niet zeggen dat hij uiteindelijk door het verbruik naar je toe komt.